Deze rivier in Guatemala is hartstikke vuil. Dat komt door kilo's en kilo's plastic afval. De Nederlander Bojan Slat ziet hoe het hier misgaat. To me, it was very shocking to see, especially this combination of this beautiful country with beautiful nature. I think the whole coast there would be a great opportunity for tourism, but it's not possible now because there's a 1 meter deep layer of trash on the beach for miles and miles and miles. Via deze rivier in Guatemala stad stroomt ieder jaar 20 miljoen kilo plastic afval naar de Atlantische Oceaan. What we see is that rivers are the main arteries that carry trash from land to sea. And here what we see is probably the most important river in the world when it comes to plastic pollution. Dat is een groot probleem over de hele wereld. Maar Bojan Slat werkt aan een oplossing. The amount of plastic that we see here, we've never seen anywhere else in the world. So if we can stop it here, it's going to be a major success for the oceans. Met zijn bedrijf The Ocean Cleanup heeft de Nederlander dit speciale hek gemaakt. En dat houdt plastic tegen in de rivier. Het hek wordt nu getest. It's working. It's working. En straks moet het in 1000 rivieren in de hele wereld plastic gaan tegenhouden voor het de zee instroomt. Bojan is al vaker in het nieuws geweest met zijn plastic opruimbedrijf. Hij maakte deze gigantische slurf om plastic te vangen in zee. En deze plastic stofzuiger voor in rivieren. It's very good at catching plastic. It's terrible at catching fish. YouTubers Mr. Beast en Mark Rober hielpen vorig jaar ook mee met schoonmaken. A floating 50-ton trash-eating robot. Met de schoonmaakacties wil Bojan de wereld mooier en schoner maken. Van al het plastic dat ze vangen worden dit soort kleine stukjes gemaakt. En daar kunnen fabrieken dan weer nieuwe dingen van maken.